net al van de dokter, ja, dat ze hier bent. Ja, beetje spreken erbij. Oké. Top. Succes, jongen. Dankjewel. Hé, hey, bedankt. Ander. Rex. Mag je één oog afdekken? Weer hetzelfde doen? Links. Boven. Links. Nee. Ik gok niet zonder. Boven. Links. Beneden. Nee. Zij dadelijk als we je schouders moeten testen overal tegenaan te slaan. En horizontaal te zien. We zijn zijwaarts laten zakken. En dan mee. Nee. Deze is langzaam strekken. Ja, die mag je naar mij wel zakken. Deze is helemaal van, dus laat hem vallen. We hadden twee tolken. Ja, hun wisten wel alles, zeg maar. Dus als je naar de bank moest, gingen ze gewoon met je mee. Als je huis moest zoeken, gingen ze met je mee. Maar er was een Nederlands Turk daar en die heb ik al met NAC mee samengespeeld. Oh. Dus ja, hij kon al veel regelen. Ja, oké, okay, cool. En er was een ander teamgenoot die ging ook verhuizen naar die appartementencomplex waar ik ook in ging. Ja. Dus ja, het was. Ja. Wat dat betreft was het simpel voor me. Okay. Dus je hebt eerst hartfilmpje, dan ruggen en dan. Ja, die kan je aan. Dat heb je vast al eerder gedaan. We gaan aan deze kant beginnen. Dus straks zet je het buisje tussen je tanden. Even twee, drie keer normaal aanhalen, dan volledig in, helemaal vullen, met kracht uit de lang, dus eerst echt hard uitblazen, fel uitblazen en dan heel lang volhouden ook. Ik kan zien wanneer er komt een metertje, die wil ik groen halen en dan weer helemaal diep in. Ja, ik doe eerst één cyclus, kijk naar de waarde, aan mijn rustig, aan hyperventileren. Helemaal diep in. En hard uit. Door. Zet door. Zet door. Blijf blazen. Blijf blazen. En diep in. Dat je dit zo ziet, onze ongeveer.
je zo zegt, nou ja, in principe rek je het onder weg. En dan kun je hem zo wel verder. Ja, maar laat hem zo. En het stuur? Ik kan gewoon zo doen. Ja. Nee, zo zit het. Dus vasthouden zo. Hij kan nog hoger, lager. Mooi. Toen gaat het dat ik daarmee even je ademhaling kan controleren. Dus zeg maar hoeveel zuurstof neem je op en hoeveel koolstofdioxide blaas je weer uit. Even kijken, dan staat hier verder alles goed. Dan ga ik nu de test starten. Je mag eerst gewoon even helemaal rustig blijven zitten. Een minuutje ongeveer. En dan mag je daarna gaan fietsen. Het getal daarvoor die mag je straks tussen de 70 en de 90 houden. Dat is het aantal momentdingen per minuut. Zeker als het wat zwaarder wordt, proberen we rond de 80 te houden. Dan ga ik gewoon naar de volgende stage toe. Nee, dat is niet meer. Van de fiets afkomen. Een bootje mag je dadelijk van je arm halen. Ik wil maar hier op de toren. Wat bedankt. Ja, ik heb jullie gesproken hebben, dan zie ik je dus inderdaad bij de Rutger gewoon melden. En dan loop je daarna door naar de functie en dan wil ik jou wel krijgen. Is goed. En dan, gaan we daarna ook trekken. Ja, dat moet weer komen voor het bij de fiets. Ja, goed Jos. Ja, voor jou ook. Ja, dat is de bijnaam van de. Allemaal oudspeakers. Dat is eigenlijk wel leuk. Alles goed? Ga je al weg? Ja, voor je donderdag ga ik met de kids 8 dagen naar Turkije toe. Overstap naar Utrecht geweest, alleen ja, zo makkelijk is het niet altijd, maar deze keer is er wel van gekomen en ja, daar ben ik hartstikke blij en trots op. Ja, ik moet wel zeggen dat ik me eigenlijk echt heel sterk voel. Dus hij zei ook, ik ben hartstikke blij voor je en ik steun je vanuit Japan. En ja, dat zijn natuurlijk al mooie dingen die je kan delen samen met je broer. Aan mij ligt een kanje. Yes? Ja. Oké, dat komt.